Oké. Het regent dat het giet. Rue de la Régence, Regentschapstraat. Het is hier ergens, hè? Ja, volgens mij zei Israël Muller dat het hier om de hoek was. De kazerne. Ah, nee. Geen kazerne deze keer. Hallo Chiara en Don. Ja. Welkom in onze grote synagoge. De grote synagoge van Brussel, van Europa. En kom, ik zal een beetje een rondleiding geven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers, wat niet met veel andere synagogen normaal gezien, werden alle andere synagogen beschadigd. Hier alleen dit zaal, ziet u. Ja, ja. En ze kwamen hier een ravage doen, maar ze hadden plannen, zo gezegd, met de synagoge. En de rest van de synagoge is nog helemaal intact gebleven. Exact. Als enige synagoge hier. Bijna, ik denk het, ja. Okay. In Brussel zeker, ja. Ik denk het. We zijn er inderdaad niet helemaal toevallig in deze synagoge, hè? Want jij bent legeraalmoezenier, maar daarnaast oppervoorzanger, zeg ik het juist? Oppervoorzanger. Juist. Wat houdt dat juist in? Dus ik moet al de gebeden leiden. Hè? Dus ik zing en we hebben een koor, een professionele koor, die bijna allemaal in de mun zingen. Zou je misschien ook gewoon kort iets kunnen zingen? Dat zou ik graag doen, maar... Een paar regels. En ik heb mijn stem ook niet opgewarmd. Een paar regels, dat gaat wel. Oké. Achi bechori Yochanan Ilecha korim ha-shamayim Shomer netivecha Malach melavam Mefaresu alecha knafayim. Ik veronderstel dat Nederlands niet jouw moedertaal is, hè? Niet helemaal. Ik ben... Thuis bij ons hebben we als kind Hebreeuws gesproken. Ik spreek Nederlands, Frans, Duits, Jiddisch, Engels. Oh ja, dat valt wel reuze mee. Dat valt wel mee. Oké, wij volgen u. We zijn nu in de synagoge. Dan wil jij een keppeltje nemen? Geen probleem. Het is een kwestie van respect voor de plaats. Zeg, we staan hier nu op een plek in het eredienstgedeelte van de synagoge. U werkt daarnaast dus ook als aalmoezenier. Wat is zo de meerwaarde van uw geloof in uw werk? Ik vind dat mijn geloof een invloed heeft op alles. Niet alleen als aalmoezenier. En ik denk dat iedereen's geloof... Iedereen heeft zijn... Zelfs als hij niet wilt, heeft een spirituele kant. Het heeft altijd een invloed op hun manier van doen en van werken. En wil je dan zeggen dat het aspect religie daarin tot een soort meerwaarde kan dienen dan? Zonder twijfel. In feite, als u me vraagt in één woord te zeggen wat de doelstelling is van een godsdienst, dat moet zijn om een beter mens te worden. Dat begrijpt men waarschijnlijk hier in de synagoge, maar... Begrijpt men dat ook in het leger, de soldaten? Dat hangt af, want... Maar iedereen kan God vinden. Voor mij, God heeft iedereen geschapen met een gevoel voor te weten, om te voelen wat verkeerd is of wat juist is. Soms maskeren we dat, maar het gevoel van binnen heeft iedereen. De vraag is, wat beslist hij om te doen? Dus voor mij is dat de Bijbel, de absolute... objectieve waarheid. Om te weten wat goed en wat slecht is. Maar er zijn veel mensen die hun eigen filosofie in de Bijbel zetten. En dat is ook verkeerd. Dag Anton. Je hebt een lange reis er al op zitten. Dus Don kan ik. En u nou? Ik ben Chiara. Chiara. Zo spreek je toch uit. Ja. Dan loop maar door. Want, ik sta hier inderdaad toch te veroorzaken. Ik ben Anton, ik ben christen. En dan natuurlijk binnen het christendom heb je een aantal filialen. Je hebt natuurlijk de Rooms-Katholieke Kerk, de Orthodoxe Kerk, Anglicaanse Kerk, filiaal Protestants. Ik zit dan meer bij de evangelische kant, evangelisch-charismatische kant, zoals ik me willen omschrijven.
Anton, je hebt hier aardig wat albums liggen voor u. Vertel eens, wat zien we hier allemaal? Ja, hier heb ik een aantal. Foto's van de marinetijd? Ja. Hier heb je dus de Rhodesia, het steunschip. Ja, hier ook Kaapstad. Voor de Tafelberg. Hier zijn we dan de Evenaar gepasseerd. Dus we hebben ook een evenaarsdoop ondergaan. Dat was ook wel een heel ludieke actie zo. Hier is alweer het vertrek uit Kreta. Oh, prachtig leven. Zo midden op het water. Het heeft zeker zijn charme, maar foto's bedriegen natuurlijk, want het leven aan boord is wel degelijk. Continu dat je met 150 man op elkaar zit, dat je geen of nauwelijks privacy hebt, ook als officier. Het lijkt mooi, maar ja. En ook het leven is ook, vaak is het dat je week aan een stuk aan het varen bent en dat je geen haven of niks ziet, of dat er niet altijd evenveel zaken gebeuren. Hè. Kijk, om de 2-3 weken ging men een haven binnen. Dat moest ook wel, want anders kreeg je agressie aan boord. Want je moet je voorstellen dat je aan boord van een schip zit, op een fregat, de Wielingen, de Westdiep of de Rhodesia dan, de steunschip. Continu heb je het geluid van die dieselmotoren. Continu zit je, ja, zeker op de fregatten, heb je alleen maar kunstlicht en geen natuurlijk licht. Dus je wordt agressief, je moet naar buiten. Dit fotoalbum gaat over de periode in Joegoslavië. Dus dat was de streek de Krajina. Wat mij aangreep was, het is een prachtig land, Joegoslavië, maar dat je zo die vernieling ziet, die verwoesting overal ziet. Geen enkel dak dat nog heel is. Dat vond ik wel heel remmig om te zien. En wat hebben jullie dan gedaan? Erger voorkomen of iets opgelost? Ja, dus de Serviërs hadden dus in bepaalde delen, dus Kroaten weggejaagd en het land bezet. En de Kroaten hadden precies hetzelfde dan met Serviërs. Dus hadden ook Servische minderheden uit hun gebieden weggejaagd. En zo'n vluchtelingenstroom gecreëerd. De UNO Blauwhelmen, die moesten zich overal stationeren om de status quo te behouden, zodat er geen verdere escalatie zou zijn. AMB-6, dit is Sierra 66, over. 1B6 is een van de observatieposten van de Belgische Blauwhelmen in Baranya. De Belgische Blauwhelmen zijn op hun hoede. Als ze aangevallen worden, zullen ze zich verdedigen. De burgerbevolking leeft in schuilkelders, het voedsel wordt schaars en er is een tekort aan medicijnen om de gewonden te verzorgen. De Belgische Blauwhelmen zijn daar nu 6 maanden. Er volgen nog 6 maanden volgens het UNO-mandaat. Er moet toch iets gaan gebeuren. Er zullen in de loop van de volgende maanden een aantal nieuwe stappen nog verder moeten gezet worden in verband met verdere ontwapening. Hier heb je bijvoorbeeld die jeep die bij Belbad 1 op een mijn is gereden, die helemaal verhakkeld, helemaal kapot is. Daar is niet veel van over. En daar zijn toen, als ik het goed heb, 3 Belgische militairen omgekomen. Ja. Dat zijn foto's die jij zelf getrokken hebt? Ja, die heb ik allemaal zelf getrokken, ja. Ja. Hier hebben we dan ook meegaan met de patrouille ook in dorpjes. Als je zo meeging met patrouille, hier als ik naar die foto's kijk, wat was dan juist jouw functie op dat moment? Op dat moment was gewoon meedoen met de militairen. Dus kijk, hoe kun je iets betekenen voor iemand als je niet kent? En dus wat ik wel probeerde te doen als almoezenier is zoveel mogelijk ondergaan wat dat zij ondergaan. Zoveel mogelijk ook betrokken te raken bij het militaire leven. Ik heb er ook een heel grappig spotprintje van mezelf. Zo van de padre die dan, ja. Een banaantje was dan een spotkrantje aan boord. Ja, dat was een spotkrantje. En ik had ook wel moeten ingrijpen. Ze hebben ook wel soms eens mensen echt vernederd. Kijk, dat ze met mij de spot drijven of zo. Ja, ik kan er zelf mee lachen. Ik vond het ook wel grappig. Maar natuurlijk zat iemand aan boord wel echt serieus gekleineerd. En ook mijn naam en toenaam dan. En natuurlijk heb ik gezegd van sorry, dit gaat echt te ver. Dat kun je gewoon niet doen. Die man is ook bij mij gekomen. Hij zat dan ook te huilen. Is een almoezenier dan ook iemand die vaak moet gaan ingrijpen en problemen intern moet mee oplossen? Soms wel. Ja, als er spanningen zijn, kun je wel proberen te bemiddelen en probeert een zo goed mogelijke oplossing te geven. Ja, die jolie banaan! Hier was het dan Israël, dus we zijn ook even naar Jeruzalem geweest. Mm-hmm. Ja, 1 dagje was dat toen, met de bemanning. Dat is wel kort natuurlijk. Ja, ja. Maar je hebt toch gezien. Ja. Dat is de algemene bureau. En alsjeblieft. We kunnen ons hier zetten, ja. Dank u. Zeg, ik ben nu wel eens benieuwd. Jij heet
Israël. Hoe is het om vandaag de dag met zo'n voornaam rond te lopen? Ja, het is niet altijd makkelijk, maar Israël is de voornaam van onze voorvaders. Abraham, Isaac en Jacob is Israël, weet u. Ja, een ander dus, naam voor Jacob. Ja, het is niet zo dat Israël, ik na de Israëlische staat wordt genoemd. Je bent er nog niet op aangesproken, nee. Op die manier. Nee, ik zie soms op de reactie, soms wel op de reactie, de eerste reactie. Maar kijk, ik heb geen Israëlische nationaliteit, helemaal niet. Ik ben Belg. Heb jij wel familie wonen in Israël? Ik heb wel familie wonen in Israël, maar, ja. Zaterdagochtend. Vanuit de Gazastrook vertrekken duizenden raketten richting Israël. In de Israëlische dorpjes aan de grens met Gaza trekken Hamas-leden moorden door de straten. Israël vecht meteen terug en gooit bommen op Gaza, waar de Palestijnen wonen. Sindsdien is er veel geweld. Vooral in Gaza zijn er veel slachtoffers en zijn veel huizen vernield. Heeft heel dat conflict ook een impact op jouw functioneren als legeraanmoezenier? Ik word vaak gevraagd, vooral bij Defensie, want ik heb veel vrienden en kennissen van moslim. Mensen vragen mij, zeg, waarom moeten mensen zoveel lijden? Maar ik vind dat ook de grootste, ik denk de meest grootste gruwelheden en oorlogen waren in naam van God. Dat mag niet. In naam van God kan je niet doden. En wat zegt u dan verder tegen die soldaten? Want ja, er zijn wel heel wat slachtoffers gevallen intussen in naam van God, of beter in naam van de staat Israël. Mensen komen op ja, straat. Ja, iedereen komt toch tegen Israël en al die manifestaties. Waarom gebeurt dat alleen wanneer het tussen Israël en Palestijnen zijn? Waar zijn ze wanneer er in Syrië 500.000 doden op gruwelijke manier zijn? Waar waren alle manifestaties? Chemische aanvallen van Assad. Waar was de hele wereld? Ik kan u zonder einde voorbeelden geven. Je ziet de wereld. Bedoelt u dat veel mensen niet consequent zijn of zo in hun... Het is zo gezegd, ze hebben idealen die in feite geen echte idealen zijn. Kijk, ik wil niet minimaliseren een Palestijnse vrouw of een kind die dat is echt heel slecht. Want een slachtoffer is een slachtoffer. Natuurlijk. Dat is... Maar... Ik vind het onrecht dat onrecht wordt gedaan tegenover de waarheid. Om niet te tonen wat in 7 oktober, wat de gruweldaden. Er is een film, een samenstelling van alle beelden van wat er gebeurd was die dag. De gruwelijkheden van de Hamas werd toen gefilmd door hen zelf. Zij hebben zelf ze hadden een GoPro en de gruweldaden die zij ongelooflijk te benoemen wat ze daar deden. Waarom tonen ze dat niet? Misschien omdat het te gruwelijk is. Wat moet er volgens u gebeuren om tot een oplossing te komen daar? Dat is een heel moeilijke vraag, omdat wij bekijken het conflict daar als met een westerse blik. Je kunt geen normale discussies hebben zelfs, wanneer alles zo verkeerd wordt geïnterpreteerd. Zolang je dat niet kan veranderen, zal er geen beterschap komen. Ik zal je zeggen, ik als een gelovig man, onze taak is een beter mens worden. En dat is al een goed begin. Wat zijn eigenlijk de problemen van de mannen aan boord? Aan de ene kant de problemen die wij allemaal hebben. Dus heel gemakkelijk, want een militair is ook maar een mens zoals wij allemaal zijn. Dus alle problemen die we hebben, heeft een militair ook. Aan boord komt er nog wel iets specifieks bij. Is zeker wat ik heb gezien in Joegoslavië en ook zeker bij de marinereizen... is eenzaamheid en ook het gevoel van onmacht. Je moet je partner achterlaten, je kinderen achterlaten thuis. Hoe gaat het met hen? In die tijd was er nog geen internet. Dus de moeilijkheid voor veel bemanningsleden is wel dat je daar zit, opgesloten zit, aan boord, en dat je weinig kunt doen. Je hebt weinig contact met het thuisfront. Dat is heel moeilijk. Ik weet, een officier kwam eens bij me praten, helemaal in de put.
En die zegt ook, ik mis mijn kinderen, zo, ik zie mijn kinderen niet opgroeien. Ook soms ook existentiële vragen, want je zit natuurlijk continu in die routine, je zit continu bij aan het werken, je hebt geen privacy van waar ben ik mee bezig. En ook pijn die naar boven komt, ja, mijn vader is vorig jaar overleden, mijn moeder is overleden. Een van mijn taken was dan ook van slecht nieuws brengen. Ik ben net gescheiden, met mijn kind gaat niet goed en ik zit nu helemaal afgezonderd van mijn thuissituatie. En heel vaak, tragische situaties, je moet een heel sterke relatie en een heel sterk huwelijk hebben om met buitenlandse missies of buitenlandse reizen om te gaan. Het is een klassiek beeld in de marinehaven van Zeebrugge. Geliefden die afscheid komen nemen van militairen. Ja, het is een beetje moeilijk, hè. Zeker met dat ik al heel lang, ja, veel alleen ben met de kindjes. C'est vrai que c'est une opération qui n'est pas sans risque, mais ils sont entrés à la défense pour ça. Iets voor 5 uur voert het fregat weg. Over 4 maanden zijn ze terug. Aan de kaai staat familie, staat dan de moeders en de kinderen allemaal hun papa, doorgaans zijn papa, uit te wuiven. Dan uiteindelijk zijn we dan in Zwart-Afrika en dan zijn we in de haven ergens aan een bar. Of ja, je toont nu een foto uit een tijdschrift. Hè? Ja, inderdaad, van hier uit het magazine De Vox, dus militair tijdschrift van die tijd. Dan zie je daar een aantal matrozen, niet iedereen gelukkig, die op de ene knie een ene dame en dan een keer weer een andere dame hebben. Ja, wat is dan trouw? Wat is huwelijkstrouw? Hoe sterk is je liefde dan voor je partner? Natuurlijk een andere, ik ben ook wel aangenaam verrast, een aantal matrozen kwamen ook wel bij mij en zeggen van, padre, ik heb het moeilijk. Ik wil trouwen aan mijn vrouw, ik wil trouwen aan mijn vriendin, maar hoe doe ik dat? Hoe moet ik dat in feite doen? Want ik ben ook man. Seksuele verlangens, hoe moet ik daarmee omgaan? Iedere keer dat we Zeebrugge binnenvoeren met het schip, zag ik bij een aantal matrozen, die werden onrustig, omdat ze wisten, ik ga nu weer naar huis. Aan boord had ik mijn leven, nu kom ik weer thuis en dat vind ik niet fijn, want ik heb huwelijksproblemen, het gaat met mijn vrouw niet. En ergens ook wel logisch, want die vrouw, doorgaans een vrouw, zit alleen thuis. Die vrouw denkt, ja, mijn man is weg, ik moet hier alles alleen fixen. Dus die man komt thuis en voelt zich niet meer thuis. En die vrouw denkt ook, ja, wat doet mijn man hier in de weg? Dus dat is ook wel een patroon dat ik vooral bij de marine af en toe zag. Conclusie, de marine is slecht voor relaties? Nee, de marine is goed voor relaties als je een goede relatie hebt. En het kan natuurlijk ook een goede goede test zijn, hoe sterk is je relatie. Ook als je een aantal maanden uit elkaar bent. Hè. Maar we moeten eerlijk zijn, inderdaad, de marine of buitenlandse opdrachten kunnen een hele grote test zijn voor je relatie en kunnen in die zin ook wel heel gevaarlijk zijn. Want niet iedereen bleef celibatair. Ik heb met de commandant van een schip ook wel even een kleine aanvaring gehad. Want die commandant had met de Belgische consul een uitstap geregeld en dat was met een aantal prostituees. En als militairen kregen we alleen maar te horen, de Belgische consul heeft iets voor jullie georganiseerd, gewoon even gezellig op stap. Dus ik ga mee met een busje. En ik kom daar binnen, dat was een vervallen casino. Al die wc's, dat stonk, dat was kapot, dat was niet. En inderdaad, men had ongeveer precies voor elke militair had men 1 prostituee geregeld. Dus ik kom daartoe en denk, wat is dit hier? En ik ben toen met een aantal militairen ook met het eerstvolgende busje ook weer weggegaan. Een aantal andere militairen, ja, die vonden dat geweldig. En dan was het zo lang mogelijk iemand vastpakken en dan mee zoenen. En wie dat langste, die kreeg dan een fles champagne. En dan uiteindelijk sommige bonden dan hun kleren uit te trekken en dan in onderbroek te dansen. En alle laatste details heb ik niet meegemaakt of zo. En heb je daar dan naar die wat van gezegd? Ja, met die Afrika-reis ben ik met de commandant gaan praten en ook gezegd van kijk, een aantal bemanningsleden, ook ikzelf, vond het eigenlijk toch wel vreemd dat we werden uitgenodigd op een ontspanningsavond, georganiseerd door de Belgische consul, en dat het door een aantal dames, een aantal prostituees, waren ingehuurd. En die commandant zei, maar Anton, je bent naïef en de mannen hebben seks nodig, die moeten ook zich kunnen afreageren en in de havens is dat nuttig en is dat zo. Maar ik heb toen ook gezegd, ja, kijk, commandant, dat kan misschien wel zijn, maar ja, wat doe je dan in feite met huwelijkstrouw? En ik hoop niet dat als je straks thuiskomt, dat je vrouw met een andere man in bed ziet liggen. Of... Zeg, Israël, een aantal van uw collega's die we spraken, zeiden dat heel wat van de vragen gaan over relatieproblemen. Dat is juist. Ja. Dat is juist. Moet hij vaak naar... is hij vaak weg, dan kan dat veel keer problemen creëren. En als men mij om hulp vraagt, dan zal ik proberen het beste te doen wat ik kan. Ja, en wat doet hij dan? Ja, ja. Maar meneer de soldaat, of mevrouw de soldaat, trouw blijven, hè? Ja. Natuurlijk. Maar ik veronderstel dat hij toch niet zo met het vingertje kan gaan staan zwaaien ook, hè? Maar natuurlijk, natuurlijk. Dat is, maar
De meeste keren dat ze bij mij komen, is het al een beetje te laat. Ik ondervind dat veel mensen die hun partner of hun echtgenoot... En daarna, ik stel ze de vraag, is het nu beter? Als ze uit elkaar zijn, bedoelt u? Ja, en ze een nieuwe partner hebben of zo, is het echt nu beter? Ze zeggen nee. Mag je dan als aalmoezenier je eigen moraal opleggen aan de anderen? Nee, uiteraard niet. Zo werkt dat niet. Geloof is iets wat we uiteraard niet kunnen afdwingen en moraliteit ook niet. Het enige wat ik kan doen is raad geven, is zelf een voorbeeldfunctie zijn. Heel vaak zeg ik wel eens tegen mensen, ga nu eens een lijst opstellen van alles wat je goed en kwaad vindt in je leven en probeer daar eens consequent aan te houden. En dan als we heel eerlijk zijn, dan zien we dat we niet eens in staat zijn om onze eigen maatstaven goed en kwaad te hanteren. We hebben als het ware geen morele zedemeesters nodig, want we weten ook wel ongeveer wat goed en kwaad is. Maar waar halen we de kracht vandaan om goed en kwaad het goede te doen en het kwade te kunnen vermijden? Maar je had waarschijnlijk wel het verlangen om over geloof te spreken dan, of? Je had het verlangen zeker, maar ook niet van... Ik ben er een beetje als de dood voor om mensen te gaan manipuleren of te gaan intimideren of onder druk te gaan zetten of zo, of iets door de strot te duwen. Maar het viel me toch wel op bij een aantal militairen dat die wel met zingevingsvragen zitten van wat doe ik hier nu eigenlijk? En ook soms militairen die met zelfmoordgedachten rondliepen, die dat ook eerlijk tegen me zeiden. En dan kom je toch weer, uiteindelijk of je het wilt of niet, kom je toch weer op geloofs- en op wereldbeeldsvragen terecht. Want natuurlijk, er werd toch van mij verwacht om ergens iets geestelijks aan boord te doen. Of hadden wij niet verwacht, dat deed ik dan gewoon. Want ik moet ook mijn ei natuurlijk kwijt kunnen. Wat ik wel deed, is ik probeerde altijd een aantal Bijbelse thema's te nemen die mensen nog kennen uit het collectief geheugen. Ja, helaas zal dat vandaag 20 of 25 jaar later nog wel minder zijn. Maar denk aan verhalen als de verloren zoon, de barmhartige Samaritaan, het Onze Vader. Maar is dat nog relevant? Maar ik denk, het gaat ook weer om ons wereldbeeld. Dus ik vooral, laat ons zeggen, West-Europa, Noord-Amerika, die geseculariseerd is, die eigenlijk uitgaat van een soort gesloten materialistisch wereldbeeld, waarin dat bovennatuurlijke geen of weinig of nauwelijks een rol speelt. Maar ga naar Afrika, ga naar Zuid-Amerika, ga naar Azië, daar zie je dat bovennatuurlijk of de geestenwereld of het geloof in machten en krachten veel levender en wel degelijk aanwezig is. Veel meer dan in onze eigen... West-Europese cultuur, om het tot die te beperken. Hè? Maar in het Westen zijn we gewoon meer ontwikkeld. Ja, dat is maar de vraag. Kijk, ja, de vraag is, wat is ontwikkeling? Kijk, of we nu iemand doodslaan met een knots en met een speer of een pijl, of doen dat met gesofisticeerde raketsystemen, wat is de vooruitgang dan? Wat is ontwikkeling? Is vooruitgang niet meer wie we als mens zijn, hoe we ons ethisch, moreel gedragen, geestelijk gedragen? Is dat niet waar echt de vooruitgang om gaat? Israël, als je God zou omschrijven, wie is hij dan voor jou? Ik vind God in alles. Ik zal u, als ik mag zeggen, ik heb een kleine filosofie daarover. Er is een God. Maar van de andere kant is de wereld leeg van zijn leegte van Godheid. Maar als alles duidelijk zou zijn, dan hadden we geen werk hier in het leven. We zijn geboren om progressie te maken, om beter te worden. Want dat is onze de challenge in het leven, om vorderingen te maken. Dus... Maar uw collega's bij de Vrijzinnenkant hier zullen hetzelfde zeggen. Alleen dat verschilt als zij vinden van, daar is geen God bij nodig. Dat kunnen we uit onszelf. Dat is hun mening, dat is geen probleem. Maar ik spreek van een ander aspect. Ik spreek dus, ik vroeg me hoe ik God zie. Voor mij, als ik u nu zie, bent u ook een deel van God. De hele wereld, de hele natuur, de hele... is voor mij een deel van God. Ik ben een deel van God, u bent een deel van God. Dus voor mij is dat een hele eenheid. Is God ook iemand waarmee u kan praten in gebed? Of? Ja, natuurlijk. Ik bid elke dag en ik vraag hem om dat hij mij de helderheid geeft. Enzovoort, et cetera. Dus er zijn mensen die denken, nu ga ik naar God en nu zal er iets vallen. Ja, dat functioneert zo bij mij. God spreekt het tegen iedereen. Voor
Voor mij is God degene zoals ik die heb leren kennen in de Bijbel en ook door ervaring. Wat mij zo heel erg aanspreekt in het christelijk geloof is dat God zelf zo betrokken is dat hij mens geworden is in Jezus en dat hij ook in alles kan meevoelen met wat wij meemaken. Eenzaamheid, afwijzing, teleurstelling, opgejaagd worden, gedood worden, elke fase of alles wat wij meemaken als emotie, dat je dat bij God kunt terug herkennen. In die zin ben ik heel blij dat de Bijbel aan de ene kant een prachtig boek is dat over God gaat en ook eerlijk al onze misstappen, al onze fouten weergeeft. Keurt God dat goed? Nee, maar het helpt ons wel om te snappen dat we als mens ook allemaal falen, ook allemaal Gods genade, Gods vergeving, Gods liefde, Gods herstel nodig hebben. Spreekt een almoes niet ook over oorlog en vrede? Kijk, oorlog en vrede zijn zo van die hele grote thema's. Maar wat kun je als individuele mens eraan doen of als individueel militair? Nauwelijks iets. Maar uiteindelijk begint oorlog en vrede in elk hart persoonlijk. Als ik zelf in ruzie leef, in onmin leef met mensen, als ik zelf niet vergevingsgezind ben, als ik gekwetst ben of ik heb anderen gekwetst en ik wil geen excuses aanbieden, ik wil dat niet rechtzetten. Dus ik leg ook altijd uit, oorlog begint eigenlijk bij onszelf, begint in onze binnenkant. En pas als daar vrede ontstaat, dan pas kun je in jouw kleine omgeving beginnen met meer vrede en uiteindelijk verder en uiteindelijk Joegoslavië en zo. Maar het moet altijd samen gaan natuurlijk, maar het mag ook beginnen bij onszelf en daar hebben we een stuk vat op. Ik zie uiteindelijk toch heel wat foto's met uw gitaar. Ja. Die was onafscheidelijk. Ja, en dat had ik altijd mee. Eerst dan vooral voor de erediensten. En ook dus bij de erediensten, als je niet alleen maar woord brengt, maar ook toch kunt zingen. Dat is altijd goed en fijn. En ook als ontspanning had ik die ook wel mee. Hoe belangrijk is muziek in uw leven? Ja. Heel belangrijk. Daarom heb ik het ook bij al mijn kinderen gestimuleerd. Dat ze ook allemaal een muziekinstrument zouden doen, omdat muziek is heel goed voor creativiteit, maar ook om je eigen gevoelsleven te kunnen kaderen, te kunnen uiten, en om je emoties kwijt te kunnen en muziek te kunnen leggen. Hè. Goed, misschien met een vrolijke noot eindigen en dat letterlijk de gitaar. Ja, dat is goed. Ja, het is wel misschien wat melancholisch stukje, maar... Laat me horen. Oké. Staan mijn laarzen. Hier. Ik denk dat ik ook wel een goede regas ga nodig hebben, want ik vrees dat we vuil gaan worden. Ja, als we per se op oefening moeten, dan hoort dat erbij, hè.